is vandaag de eerste week van augustus. Ik ben in Wilnis. Mooi water. Mooie sloten. Het water is hier redelijk helder. En ik vis vandaag met een jerkbaithengel. Korte hengel. Met kunstaas van Aardam. De toppie. Klein jerkbeetje. Ik hoop dat ik er wat op ga vangen. Echt prachtige sloten hier. Mooie zijsloten. Er zit snoek, maar vandaag wil het niet echt lukken. Maar we gaan verder proberen. Hier vis ik vandaag mee een korte jerkbaithengel. Met een Shimano druppelrail. En ik heb een aantal kleine jerkbeetjes meegenomen. De bovenste is een toppie van Aardam. De middelste is een drijvende jabo. En de onderste is een, volgens mij is dat een pinky van Guusbeet. Allemaal heel ondiep duikend spul. Ja, het water is hier natuurlijk niet zo heel diep. Gaat dat hier in de sloot misschien 70, 80 centimeter water staat, dan houdt het wel op. Er zit veel vis. Er zwommen net een paar hele grote brasems hier vlak langs mijn voeten. Dus ja, er zit vis genoeg. Het is hier ook erg mooi trouwens. Nou, ik verspeel net een hele mooie snoek. Ik denk zeker in de 90. Op mijn toppie. Hij zat er heel even aan, schoot hij eraf. Ja, dat gebeurt hè. Ik vis op dit moment bij deze duiker. Dit zijn altijd goede plekken. Het water gaat zich hier versmallen. En vaak liggen snoeken te wachten in de duiker of voor de duiker.
voor een lekker maaltje wat langskomt zwemmen. Ik ga zo even in de duiker proberen. Dit is een van de hoofdvaarten van Wilnis. Hier komen heel veel zijsloten op uit. Het is hier redelijk ondiep. 70, 80 centimeter in het midden. 40, 50 langs de kant. Dus ja, je bent eigenlijk wel gedwongen hier om met heel ondiep lopend kunstaas te vissen, anders zit je constant op de bodem.